Weet je wat het is? Ik meen ik echt wat ik zeg. Italië, dit is het. Italië. Italië bende voor het allemaal zit. Hey Willem. Hey Nadia. Nou, de laatste keer dat ik je zag was natuurlijk in Mil. Toen scheen het zonnetje. Toen dachten we dat we een nieuwe plek hadden gevonden. En nu zie ik je hier vastgeketend aan je eigen woning. Wat is er gebeurd? Wat er gebeurd is, is dat wij uit Mil moesten vertrekken omdat we daar geen banden hadden. En hier in Landgraaf hebben wij dat wel. En vandaar dat we het hier opnieuw zijn gaan proberen. Helaas is de burgemeester niet echt welwillend. En wil die van ons vandaag echt gaan wegslepen. Ik vind het schandalig. Vluchtelingen krijgen alles. En Nederlandse burgers die kunnen de pleuris krijgen. Ik denk dat er eerst gewoon eens een burgemeester een paar stompen op zijn gezicht moet hebben of zo. En dat ze dan misschien een keertje gaan denken bijna, hadden we het nou maar wel gedaan. Of dat ze denken, we gaan net zo lang door totdat ze hun eigen zelf in een kwaad daglicht gaan zetten. Vluchteling. Een vluchteling krijgt hier alles. Maar als je gewoon mens bent, dan zie je het. Je bent nog minder als een hond. Dat ben je, minder als een hond. We zijn er op een gegeven moment langzamerhand aan gewend. En dat is een slechte zaak. Dat is echt een slechte zaak dat je gewend raakt aan dingen wat niet normaal zijn. Denkt u dat het gaat helpen? Ik hoop het. Ik hoop het. En ik hoop dat ze met ze meedenken en dat ze gewoon een plek krijgen waar ze met hun gezinnen voort kunnen zetten. Is dit dan de manier om je aan de woonwagen vast te ketenen? Ik zou zeggen, bindje er onderaan vast. Ja. En nog een optie is, ga in de caravan zitten, dan mogen ze je niet slepen. Klaar. Het is een wanhoopstaat, dus ja. Ze wouden ons eerder al wegslepen, toen hebben wij ons vastgemaakt in het gemeentehuis. En toen bleven onze caravans wel staan. Dus ja, misschien nu ook. Je weet het niet. Om 16:46 dan heeft u 24 uur de tijd om de caravan weg te halen. Mocht dat niet lukken, dan valt u daarna onder de noodverordening van de burgemeester. Dat u niet op dit plein mag, aanwezig mag zijn. En de burgemeester heeft gesommeerd dat u zich van dit plein dient te verwijderen dan. En dan kunt u aangehouden worden. Dus aan u de keuze daarin. Ja? Begrepen? Ja, ik heb begrepen, maar ik zou niet weten waar ik heen moet. Het is niet zo dat ik niet weg wil. Want ik zou graag weg willen. Ik zou graag naar een plek willen waar ik mag staan. Alleen, heel Nederland kan ik niet staan. Terwijl dat ik wel het recht heb om te wonen zoals ik zou wensen. Voor de andere mensen die hier zijn, daar geldt hetzelfde voor. Als u dadelijk om 16:45 niet weg bent, dan kunt u aangehouden worden. Dus mijn voorstel is om toch in ieder geval buiten de plek van het plein hier te gaan, op de weg. Om daar in ieder geval de zaak in ogenschouw te nemen als je wilt blijven. Ja? Maar wat wordt nu je plan? Blijf je hier? Ja, wij blijven zitten. Ja. En u niet? Ik moet zo weg. Nee, want mijn moeder gaat. Mijn moeder gaat weg, want op het moment dat er geweld toegepast wordt aan mijn moeder, sta ik niet meer voor mezelf in. Gaat u straks weg of blijft u staan? Ik blijf staan. Ja, dan weet u dat u opgepakt kan worden, hè? Ja. Laat die oude mama oppakken. U bent het zat. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er klaar mee. Weet je wat het is? Ik meen ik echt wat ik zeg. Italië. Dit is het. Italië. Italië bende voor het allemaal zit. De mijlen gaan gewoon de remmen eraf en gaat het gewoon los. Uiteindelijk heb je daar ook niks aan, toch? Weet ik niet. Dat zal je dan wel weer zien. Je hebt er in ieder geval niks aan als je het op een vreedzame manier doet, want dat zie je wel, dat lukt ook niet. Pak gewoon een Parijse vlag en je mag alles. Je mag mensen verkrachten, je mag beroven, je mag alles in Nederland. En we willen op een vreedzame manier leven, gewoon met onze eigen cultuur, met onze eigen mensen. Nou, het mag schijnbaar niet, het mag van Hitler niet, het mag van de Nederlandse maatschappij niet. Nou, we kunnen het beste gaan immigreren en de asielzoekers hierheen halen, want die mag het wel. Alleen maar woning, jongens. Nee, niet. We dragen het er zo bij. Dit wordt een beetje het einde. Je broers worden afgevoerd. Was dit het wat je had verwacht? Ik had verwacht dat ze het in ieder geval gingen proberen. Ik had ook verwacht dat het hun niet ging lukken. Ik ben alleen heel erg benieuwd wat de volgende stap gaat zetten. En ik ben gewoon heel erg bang dat de volgende stappen mensonterend worden.